Vandaag is de opening van de tentoonstelling Diaspora 9. Die wordt georganiseerd door Petros Margosian. En wij stellen de Bleekkerk daar graag voor beschikbaar. Het zijn werken van Anatol Lapkowski uit Wit-Rusland, Adel Hayra Bedian uit Polen, Hendrik Vahanian uit Armenië en Petros Margosian uit Almelo. We hebben meerdere exposities door het jaar heen. We zijn altijd open van 1 april tot 1 oktober. En iedere 6 tot 8 weken wisselen we van expositie. We hebben hiervoor een expositie gehad met Kilton. Nu dus de expositie met Petros Margosian. En dan hierna komt weer in september een nieuwe expositie met schilderijen. Dat is allemaal in de Bleekkerk, hè? Ja, dat is allemaal in de Bleekkerk. Doet Bleekkerk nog meer? Ja, ze zijn heel actief op allerlei fronten. Er is 1 keer in de 8 weken een maaltijdavond. Die loopt ook gewoon door in de zomer. Dus op 3 augustus is er weer eentje. Er zijn iedere 4e zaterdag van de maand is er een bleeklezing tussen 1 oktober en 1 mei. En die worden gedaan ook hier of in de achterzalen of in de kerkzaal. Afhankelijk van het onderwerp en het aantal verwachten.